Rick, ja, gefeliciteerd met de overwinning. We noemen jou verdediger, we noemen jou aanvoerder. Mogen we jou nou ook held van beroep noemen na vandaag? Ah, zover wil ik niet gaan. Weet je, het gebeurt niet vaak dat ik er twee maak. En vandaag wel. Ik denk een geweldige corner van Philippe. En die loop ik goed binnen. En die tweede was ook volgens mij uit de corner of een vrije trap. En die bal blijft een beetje hangen. Henk zet een slim blok. Ik heb het net met Hennels over. Die maken een mooi overstapje. Of het bewust was, weet ik niet. Maar daar houden we het maar op. En dan kon ik hem binnenschieten. Dus dat is wel extra lekker, ja. En hoe lekker is deze overwinning na een periode waar de resultaten wat minder zaten, terwijl het voetbal eigenlijk toch best wel goed was? Hoe lekker is dan de overwinning juist tegen de kop lopen? Ja, dat is altijd lekker. En ik denk dat we vanaf 2 januari weer opnieuw zijn begonnen. En alles is heel duidelijk weer. En 2 oefenwedstrijden gehad, winnen we allebei. Kijk, dat is niet de tegenstand die je verwacht in de competitie, maar we winnen ze wel. En we spelen dat prima. En tegen AZ trekken we dat door. Door ook prima te spelen. En daar zat het nog niet mee. En dat moeten we de kansen zelf benutten en minder tegenkrijgen. En vandaag zit het dan wel mee. En winnen we. En dat is lekker. En dat is ik hoop een opmaat tot meer. Ja, nu kunnen jullie natuurlijk deze overwinning maar één goed vervolg geven. En dat is natuurlijk AZ eruit knikkeren dinsdag. Ja, zeker. Ik zeg het net tegen je collega. Ik zeg, weet je, we moeten er gewoon een wedstrijd van maken. Zij zijn een goede ploeg, natuurlijk. Ze zijn tweede van Nederland. Alleen, zoals je vandaag ziet, wij kunnen strijden. En wij moeten gewoon zorgen dat we er een wedstrijd van maken. En dan weet je nooit wat er gebeurt. Klaas, van harte gefeliciteerd met de 3 punten. Eindelijk een keer wel een resultaat na het harde werken, hè, van jullie. Ja, dankjewel. Dankjewel. Inderdaad, 3 punten tegen een... Ik denk een van de beste ploegen in deze competitie. Dus dat maakt het extra mooi. 3 doelpunten gemaakt. Nou, dat is ook prettig, want dat gebeurt tot op heden nog niet zo heel vaak. Dus dat is ook een goed iets. En uiteindelijk het allerbelangrijkste is als team gestreden. En uiteindelijk met z'n 11 3 punten binnengehouden. Het ging de laatste weken iets troever. Het voetbal was goed. Alleen de resultaten waren wat moeizamer. Ja, hoe bereid je die jongens dan voor op koploper Cambuur? Hetzelfde zoals we vorige week voorbereid hebben op Jong AZ uit. En die weken voor de winterstop tegen Jong Ajax en tegen Excelsior. En toen vond ik het spel ook al beter. Die lijn is doorgetrokken. Alleen nu zitten we aan de goede kant van de score. Wat ik al een tijdje zeg is dat het uiteindelijk tussen de 16 meter en de 16 meter allemaal heel aardig is. Alleen het gaat om doelpunten maken en om doelpunten voorkomen. En vandaag hebben we er 3 gemaakt. Ook 2 tegengekregen. En ik vind dat we iets te veel kans hebben weggegeven, want normaal gesproken weten Muren of een Jamie Jacobs die te verzilveren. En dat is dan het geluk wat je deze keer wel aan de zijde hebt, zoals ook die bal op de paal valt. Maar nogmaals, dat is tegen een hele goede tegenstander die niet voor niets bovenaan staan, zoals Cambuur. Dus al met al zeer tevreden met het resultaat, tevreden met de overwinning. En eerste helft heb ik met name ook een heel goed voetbal van Topos gezien.